Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe vlog. Oh my god, kijk. Oh, Friesje. Een baby Fries. Wij zijn, het is vandaag zaterdag. En ik ben hier samen met Sterre. Hoi. En met de twee doggies. En wij zijn op de Zeeuwse dag van het paard. Of dag van, de Zeeuwse dag van het paard. Dus hier heb ik met Patriska een paar keer meegedaan, de keuring. Maar vandaag, dit jaar doen we gewoon lekker niet mee. Gaan we lekker kijken. En ik ben heel benieuwd. Wat vinden jullie ervan? Hey Pippi, een beetje wel mooi bij het gras. Oh. Oké, laten we maar gewoon hierheen gaan. Pip, die is gewoon even groot als jij. Van popjes. Hey! Bo is een beetje bang. Bo is heel bang van knallen sinds oud en nieuw. Dus hoort net twee knallen. Pippi vindt het allemaal heel spannend ook. Zit hier nu even bij springen te kijken. En meiden? Ja. Oh! Hi! Maar dat wordt niet allemaal mogelijk maken. Zo, dat is de haast in een keurig dag. Pip, dit is een beetje jouw hoogte, hè? Allemaal Shetlandertjes. Het is toch te leuk, jongens. Pip, dat is echt jouw mattie. Kijk nou. Die hebben we ook niet voor. Oh, Shetlanders. Oh, Bo is zo bang voor knallen. Dan hoorde je een knal. Dus we gaan zitten, spring meteen schoot. Pippi. Pippi. Waar ben je? Hey. Dit is echt wel het leukste wat je gaat zien vandaag. Hey! Vier en ik zijn bij les. Dus ik ga er nu eventjes uit de trainer halen. Thuis had ik even wat gegeten. En daarna ben ik de trainer aan gaan koppelen. En nu heb ik Fien hier opgehaald. Heb je er zin in, Fien? Je bent weer helemaal vies. Ik heb je helemaal gepoetst. Oh, je hebt de voerbak al losgemaakt. Heel lekker bezig, joh. Heb je er zin in? Hallo. Wij zijn klaar. Het is heel warm. Oh my god. Maar Fien deed het echt zo knap. Het ging echt heel goed. We hebben echt gewerkt aan in draf, dat ik gewoon kan doorzitten en dat ze gewoon constant blijft lopen. En het ging vandaag eigenlijk al meteen goed. Dus we hebben ook gewerkt aan wat dat ze wat meer impuls heeft, dat ze wat sneller met haar been loopt, dat ze wat flitsender loopt. En het ging echt super goed. Het is echt heel knap. Zo knap zelfs, dat we ook schouder binnenwaarts hebben geoefend. En nog iets heel moeilijks, dat vond Fien heel moeilijk. Contra galop. Schouder binnenwaarts, dat hadden we al een paar keer eerder meegenomen, dus dat snapte ze wel een beetje. Maar contra galop, dat vond ze echt heel lastig. En ik ook. Want het is dan de kunst om niet harder te gaan rijden, maar juist verzamelen en dan been geven. Want ze wil graag in draf vallen. En dan moet je dus opletten dat je niet gaat jagen, maar juist eigenlijk een beetje opvangt en dan been geeft. Maar het ging allebei de kanten heel goed, hè? Dus ik heb hem eventjes uitgestapt zonder zadel. En die gaan we weer naar huis brengen. Dit is echt een beetje kak. Drie auto's voor mij. En de brug gaat open. En er staan hier echt ziek veel boten. Die door de brug moeten. Dus ja, omdat er zoveel zijn, doe ik even de auto uit. Even bij Fien kijken. Hi Fien! We staan op de brug.
moeten even wachten. Tot alle bootjes voorbij zijn. Heb jij je eten al op? Nee, toch dus lekker je eten opeten dan. Bootjes. Ja, zweetkoffie. Het is hier echt een stuk kouder dan waar ik les had. Ja, doe lekker grappie. Deze brug gaat altijd wel redelijk snel open en weer dicht. Oh, ze gaan ook best hard er doorheen, joh. Best wel hoog, hè? Kijk, vol gas, die bootjes allemaal doorheen. Hier hou ik van. Dat is iets wat ik dus echt niet leuk vind, eigenlijk. Dat is zeilen. Ik vind varen best leuk, maar zeilen... snap ik niet echt dat mensen dat leuk vinden. Ik had vroeger een vriendinnetje die deed heel veel zeilen. Ging ik ook vaak mee. Maar ik werd dat kostmisselijk als die boot helemaal scheef hing. Ja. Ik vind het ook best wel koud. Maar dit gaat best rap. Hé, Fien? Het gaat best snel. Ah, oh, Bolly. Nou, Fien, ik ga maar weer zitten. Dan kunnen we zo weer verder naar huis. Dan ga ik je even afspuiten thuis, want je bent echt een beetje vies. Wat is het plan, Fien? Zo, net heb ik Fientje lekker naverzorgd en nu ben ik met mijn paggie in Dreischor City. Ik ben bij onze schuur om even hooi te halen, want dat had ik niet meer in mijn trailer liggen. Dus dan kan ik dat weer even bijvullen. Ik denk dat ik 3 baaltjes mee ga nemen. Dag schuurtje, dag hooi. En hier heb ik nu 3 baaltjes in. Oké, let's go. Zo, ik heb alle paardjes weer lekker hooi bijgevuld. Kijk, Sjaan die mist natuurlijk wat tanden. Ik heb af en toe het idee dat zij gewoon net met de tanden ertussen kan, dus die gaatjes. We gaan zo even een kusje doen, Sjaan. Vind je dat leuk? Maar eerst ga ik lesgeven aan dit kleine mormel. En aan Bobo. Nee hoor, dat is een grapje. Van een braaf ding, hè. De bazaar is net afgelopen. Iedereen is aan het opruimen. Goed zo, Britt. Hou je teugels mooi op maat. Je hakken mooi laag houden. Je handen rechtop. Je duimen naar boven. Oh, hij is wel heel vervelend, hè, vandaag. Ah! Hij loopt ook gewoon door. Kun je ook lopend opstappen? Dus lopend opstappen. Lopen. Oh, dat is zo leuk aan jong zijn, hè? Dan kun je dat allemaal. Oké, nou we gaan nu even serieuze dingen doen. Toch? Je gaat er niet nog een keer afvallen, oké? Nee, vandaag niet meer. Ja, via zijn kont. Zo, we zijn even naar een andere bak verhuisd. En Britt heeft even het proefje geoefend. En Britt, ik vond echt dat je het heel knap deed. Oh. Zo, gaan we met zwepen gooien, oké. Okay. En jij had een privé glijbaan, zei je? Ja. Dan ben ik wel benieuwd. Joehoe. Oh, wacht even, ik hou hem even vast. Nou, daar ga ik. Joehoe, doei. Oh, heerlijk. Hè, Bo? Ja. Zo, ik ga nu even met Sharon wat vrijdagsrestuur doen. Dan ga ik even op petje rijden. En... dan is er weer tijd om naar huis te gaan.
Daan deed het zo goed. Het was echt heel lief, de echte best. Ze zijn hier omheen nog allemaal bezig met dingen opruimen van de bazaar, maar ze geeft ze helemaal niks om. Ik had het idee dat ze het echt wel leuk vond. Ik vond het ook super leuk. Dus. Goed gedaan, Sjaan. Ja. Dikke buik. Maar ik heb het de dierenarts over gehad, ze is niet dik. Nu gaat ze erom. Even tegen. Nee, Sjaan. Nee. Nee. Goed zo. Dan heb ik niet zo'n satoesje, als je dat doet. Ik mag wel even hiernaast in de perrok staan, dan zeg ik Fien er wel even bij. Ah, lekker. Heerlijke Fien. Zo, nu ga ik Patty even rijden, maar ik ga denk ik op de wei rijden. Want ze zijn nog zo druk bezig met opruimen en ja, zij kan daar gewoon niet zo goed tegen. Dus op de wei gaan rijden ben ik een stukje verder vanaf, want ik vind het binnen echt veel te warm. Dus dat ga ik doen, maar ik kan mijn camera daar niet ergens neerzetten, dus ik laat jullie even in mijn kast. Dus, ciao. Zo, ik heb Patty even lekker op de wei gereden en het ging echt best wel goed. Op de wei rijden vind ik altijd heel relaxed, want je hebt heel veel lekkere ruimte en ja, ik vind het altijd gewoon heel relaxed. Maar ja, de wei is natuurlijk niet de ideale plek om te rijden gezien de demping van de bodem. Want nu is die heel hard omdat heel weinig heeft geregend. En Patricia heeft natuurlijk voor ijzers, dat is best wel glad. Dus ja, echt trainen, dat kan er niet. Dus ik kan gewoon niet zeg maar uitgestrekte galop doen en weer verzamelen. Want dat remmen, dat lukt daar gewoon niet. Zonder kalkoenen, zeg maar. Of zonder stiften, hoe je het ook wil noemen. En bijvoorbeeld heel kort draaien, dat kan ook niet. Maar gewoon even heel lekker relaxed, ontspannen rijden, dat gaat prima. En dat vind ik ook heel lekker. En ik heb het idee dat mijn paarden het ook gewoon heel fijn vinden. En, heb ik gehoord, is het daarnaast ook heel goed voor je paard. Zodat hij ook leert op verschillende bodems, zeg maar, te lopen. En ook daar goed zijn balans op te vinden. Dus het is echt wel nuttig om dat soms met je paard te doen. Gewoon een keer een andere ondergrond, dus een keer op de wei rijden of een keer op het strand. Ja, dus... Ja, ik doe het wel regelmatig. Ik vind het altijd wel lekker. Maar ja, het is voor mij niet echt een optie om dat dagelijks te doen. Dat je elke keer kalkoenen moet indraaien of stiften. En Patricia heeft niet eens stiftgaten. Dus, want deze zomer heb ik geen één wedstrijd op gras. Dus ja, dan ga ik ook geen stiftgaten erin laten zetten. En in de bak zit natuurlijk een soort demping. Dus dat is in de meeste bakken is dat zo. Bij ons in ieder geval wel. Dus dat is wel beter voor je paardse gewrichten. Maar zoals ik al zei, het is wel goed voor zijn coördinatie en balans. Om dat zo eens in de zoveel tijd te doen. Dus ik ga de paardse even eten geven. De hooizakken aanvullen waar nodig. En dan ga ik Sjaan en Fien weer uit de paddock halen. En dan was dit het weer. Vond je deze vlog nou leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Klik om op abonneren als je het niet hebt gedaan. En zie ik jullie weer de volgende keer. Doei!